De verkoop van de kolkenschool staat bij u op de agenda en ik wil heel kort namens Paco Plumtrek het woord voeren. Omdat ik betrokken ben bij dat poppodium. Maar onduidelijk was hoe lang we konden blijven. Maar dat daags na de verhuizing bleek dat de verkoop van de kolkschool op datzelfde moment reeds op handen was, was echt een zeer onaangename verrassing. Dat raadsvoorstel, het raadsbesluit, kan eigenlijk niet worden aangenomen door deze raad. Immers, er staat letterlijk in de besluittekst dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft en die te kennis zal brengen naar het college. Nou, als ik al mijn collega's heb gehoord, dan zijn er heel wat wensen en bedenkingen al gebracht. Dus dat raadsbesluit zou dus op zijn minst moeten worden geamendeerd, respectievelijk een motie moeten komen, willen we überhaupt nog een meerderheid halen. Als de wethouder morgen een koper vindt voor 680.000 euro, dan zal ik de motie van SP steunen en dan zal ik zeggen we zoeken een oplossing. Maar voorzitter, voordat Paco Plumtrek erin kwam, als Adib het voorstel van 320.000 euro voor het hele pand met parkeerplaatsen destijds had gekregen, dan weet ik 100% zeker dat ze het nu al lang hadden gekocht. Eerst was er namelijk sprake van bedragen boven de 6 ton. De heer Zetter noemde net al het meer detail 680.000. Kunt u dit uitleggen? Vanochtend ben ik nog gebeld door een ondernemer die me meedeelde het pand ook wel te willen kopen, zelfs boven de prijs die nu geboden is. Dat zal ik echt doen, voorzitter, op die twee punten van hoe ga je nou om met Paco Plumtrek, hoe ga je nou om met ATIP. Daar komen we nog over te praten. Als het gaat om die parkeerplaatsen, wij hebben net als Las een vergelijkbare berekening gemaakt en kwamen ook eigenlijk nagenoeg uit op het weggeven van het pand en het verkopen van parkeerplaatsen. Wellicht kan ook overwogen worden om de parkeerplaatsen, als ze dan toch verkocht moeten worden, maak 24 inwoners blij, houden we er ook nog iets meer aan over. Ik vind het heel fijn dat de raad, dat er zoveel wijze mensen in zitten die dit niet accepteren, zo'n rommelig verkoop van de kolkschool. Dus dat is. Denk je dat je een kans maakt om het zelf te komen? Die kans is nu zeker groter geworden. Dus die kans die is er. Lijkt me wel. Ja. Heb je dat geld zo op zak? Heb ik zo op zak. Wat denk je? Ja, dat wordt een crowdfunding toestand. Nou, het is wel heel interessant om daar nou eens serieus mee aan de gang te gaan, ja.